Op zoek naar de jeunesse dorée van Nederland kom je nog eens ergens. Dit keer geen hockeyfeestjes, nog kinderpartijtjes, maar een muziekbijeenkomst. Het Dynamo Open Air Hard Rock Festival te Eindhoven. En zoals kenners weten, het credo van hard rock luidt... Hoe harder hoe beter. Hè? Hoe harder hoe beter. Dat klopt. Meteen werd duidelijk dat we met het woord hard rock hopeloos ouderwet zijn. En dat je tegenwoordig metal moet zeggen. Yes metal, speed metal, red metal, heavy metal, hardcore. Het is maar dat u het weet. Daar het festival 2 dagen duurt, had de organisatie een camping ingericht. Voorzichtig trokken we de Rubicon over. De wereld van de heavy metal blijkt echter verrassend toegankelijk. Hallo. En heel traditioneel. Zoals bij elk normaal mens begint de dag. Als hij al begint. Gewoon met een ontbijt. We besloten ons vandaag helemaal aan te passen. Dat viel direct in goede aarde. Na het ontbijt rookt men dan een sigaretje. Waarna de hele camping tegelijk zijn handen gaat wassen. En dan is er koffie. Wil zetten? Het is niet alleen voor de muziek, maar ook voor de gezelligheid. Hè? En gezellig was het. De organisatie doet er alles aan om het de mensen naar de zin te maken. Wij zijn wat dat betreft een festival wat zegt van de klant is koning en de bandjes spelen voor ons. Dus iedereen krijgt 1 hok, 2 kranten bier en 1 krantenvis. De popartiest is daar niet blij mee. Ik vroeg me af, A, waar zijn mijn 4 eieren? Hard gekookt. B, waar is de magere melk? Want dat heb ik echt nodig. Ik zie nog niks. En dan vraag ik of ik me hartstikke amuseer. Hoe kan ik me amuseren als ik niet mijn 4 eieren heb? Maar 4 eieren heeft hij helemaal niet nodig, want de seks in Sex and Drugs and Rock'n'Roll is niet meer wat het was. Kan je nou veel meisjes achter je aan vertellen? Oh, bosjes. Ja, maar het punt is, ze worden of een beetje bang van ons. Weg te slaan, nee, nou. Wacht even, Til. Het hangt er vanaf. Kijk, het punt is, komen wij eerder dan de crew, dan hebben we mazzel. Komen later, dat de crew alles. Ja, dus je hebt nooit niks leuke meisjes. En, jawel, maar soms. Soms. Wij zijn arme jongens, we moeten vaak handwerk doen en. Dat is het punt. Toch valt het wel mee. Ja. Hoeveel hebben jullie er al uitgedeeld deze dagen? Een paar duizend volgens mij. 3.000, 4.000, ja. En wordt het ook allemaal gebruikt hier ter plekke? Nee, maar allemaal wel. Ze zijn heel creatief, de mensen, dus ik denk dat ze wel gebruikt worden ook. Het zou ons niks verbazen. We hebben 1 vraag naar, bij dansie dan vooral, naar 10 intellectuele vrouwen tussen de 18 en 24 jaar, inclusief high school diploma, af te leveren aan de tijdkaart. Bij de drugs van Sex and Drugs and Rock'n'Roll is er ook het een en ander veranderd. Wat is dat fout dan? Ja. Dat is niet goed voor de head. Oh ja, ja. Ik kan beter gewoon aan de limonade blijven. En drugs ook? Nee, joh. Nou, we drinken alleen bier. En bij de rock'n'roll zelf is het tegenwoordig echt een ratje toe. André Haas vind ik leuk. Soms, ja. Ik hou alleen maar van rap. Oh, wat doe je dan hier? Struunen. En wat is van dat? De struunvereniging. En wat is dat? Struunen. Oh, dat is struunen? Ja. Doe het nog 1 keer.
Naast het struunen kent de metalfan ook het zogenaamde headbang. Dat is headbang. Dat is headbang. En dit is pogo. De wat intellectuelere variant op het struunen. O jee, daar ging weer een ontbijt. Maar ja, dat kon er nog wel bij. Varkensvloer. Ja? Mag je van je, mocht je van je ouders hier naartoe? Als pap, die ligt erachter. Het gedragspatroon van een metalfan is een onderzoek waard. Alhoewel we aanvankelijk dachten dat het carnaval was in Eindhoven, blijk je met een hoofddeksel er helemaal bij te horen als metalfan. En zonder hoofddeksel ook. Metalfan houdt van comfort. Wie dan ook met landbouwplastic aankomt zetten, hoort daar echt niet meer bij. Maar dat zagen we ook al aan de witte sokken. De echte metalfan moet er casual bij lopen. En hij mag zelf weten wat hij aantrekt. Mijn paard doet een mooie blouse aan met een stropdas en een mooie blauwe box. En... al is het wel raadzaam de piepen van de box te knippen. Een beetje piercing kan ook geen kwaad. Achterblijvers konden zich gratis laten bijspijken. De zanger van de rockgroep Screw probeerde ons ook nog een wat chiquer soort piercing aan te praten. De Prins Albert. It's Albert from England, years and years ago. Oh, I see, yes. He had his dick pierced. Huh? So that's why it's called the Prince Albert. That's the truth, I swear to God. We gingen er maar niet op in. Met een Prins Albert schijn je reus overvloedig te moeten... enfin. Boodschappen doet een metalfan in de metalmarket. Hier vindt hij zulke eerste levensbehoeften als smeedwerk en riemen. En natuurlijk t-shirts, posters, met rieten rockgroep erop. Schedels waren er ook in overvloed. De schedel komt weer helemaal terug in het Hollandse interieur. En? Alhoewel de wereld van een metalfan zich tamelijk afschrikwekkend voordoet, zijn in wezen joviaal en allervriendelijkst. Dag je uit, jonge vriend. Ja, een dagje metal. Meteen waren we een t-shirt en een cd-rijker, want Willem van Kootenkamp zijn bandje promoot. Dat is vies, jongen. Kijk, je ja, mag ze zo aanraken. Ja. Nu nog wel, vanavond zijn ze bedoeld. Of je met deze band in een commerciële roos schiet, weten we echter niet. Ik heb een bloedhekel aan, zal ik dan maar zeggen, aan top 40. Ja. En de teksten? Satan en perverse seks en noem alles maar op. Nee, absoluut. We zijn meer een informatieve band. Wij geven gewoon informatie, net zoals een krant, zeg maar. Zie hier dan de Volkskrant. Het was wel jammer dat niet iedereen het steunen begreep. Maar het headbangen ging prima en de pogo heeft er een variant bij. Heavy metal is a state of mind. We kunnen het iedereen aanraden, je bent er even helemaal uit. Das maximale Verkehrschaos hat es am Pfingstwochenende in Holland gegeben. Sowas hat die Weltgeschichte seit der Erfindung des Autos noch nicht gesehen. Drei Freunde von mir wollten von Witten nach Eindhoven ungefähr 120 Kilometer zum Dynamo fahren. Und wie lange haben sie gebraucht? 14 Stunden. 14 Stunden, das muss man sich mal vorstellen. Die werden ja beinahe verdurstet. Sie hatten ja den ganzen Kofferraum voll Himbeersirup. Und von daher ging das. Tja, und ihr habt euch bestimmt letzte Mal gefragt,
Warum fehlen denn da einige Bands bei eurem Dynamo-Beitrag? Fehlen ja überhaupt nicht. Wir haben diesen Bericht zweigeteilt. Und ihr seht jetzt den zweiten Teil des Dynamo Features. Hi, this is Wino from the Obsessed. We're at the Dynamo Festival, having fun, and you're watching Metallo. Hi. Hey, we're Prong here at the Dynamo. Hi. Hi. We're sick of it all, and you're watching Metallo. We're from Screw, from Texas, and you're watching Metallo. 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 Dynamo. Dynamo. Blah, 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 blah. Chaos door Toeloop Rockfestival. Paarse coalitie stap je dichterbij. Israël ontvoert Sjiïtische guerrilla-leider. Goedenavond, geen Harmen Season, die straks in het Jeugdjournaal. Muur en muur vast zat het verkeer vandaag rondom Eindhoven. De ongekende chaos was de optelsom van Pinksterdrukte en een enorme toeloop naar een hard rock festival op de Eindhovense vliegbasis. Op dit moment staat er altijd nog 12 kilometer file, maar dat is alweer veel minder dan eerder op de dag. De politie houdt zijn hart vast voor morgen, als de festivalgangers weer vertrekken. Zo zagen de wegen rond Eindhoven er vanmiddag om 3 uur uit. Tientallen kilometers aan files blokkeren de belangrijkste toegangswegen naar de stad. Iedereen wil zo snel mogelijk naar het festivalterrein bij Welschap, even onder Eindhoven. Maar de weg daar naartoe is al bijna 24 uur verstopt. Op dit moment rijden nog steeds rockfans hun auto voetje voor voetje naar Welschap. Het zal nog even duren voordat ze er zijn. De politie verwacht dat pas vanavond alle files zijn opgelost. De eerste hardrockfans strandden gisteravond al op de wegen rond Eindhoven. Vannacht om 1 uur stond er een rij van 20 kilometer. Vanmorgen was het al niet veel beter. Het zijn vooral veel Duitsers die op het festival afkomen. Also, de show ging ja schon aan de grenzen los, bis hier, ja, bis Eindhoven en Abfahrt. Hi, babe. Gestern Abend. Ja. En dan wollte ich noch Autobahngebühren haben, ne? Het rockfestival trekt zo'n 100.000 bezoekers, 40.000 meer dan de organisatie verwachtte. De Duitse fans snappen niet waarom er geen bewegwijzering naar het feestterrein is. Ja, het is wel beschissen organiseerd. Muss man eigentlich dazu sagen, weil es nirgendwo angeschrieben, wo man hin muss. Und Polizei sieht man überhaupt nicht, die irgendwie einen Weg zeigt oder so. Sommige bezoekers hadden het asfalt verlaten en zetten hun tent op langs de snelweg. Na een paar uurtjes slapen vertrokken ze lopend naar Welschap. De meesten waren minder gelukkig en moesten de nacht in hun auto doorbrengen. De stemming leed er niet onder. Hoogtepunt was wel een barbecue op de motorkap als ontbijt. Het festival, dat ook morgen nog duurt, is al lang en breed begonnen. Tegen 2 uur stonden er zo'n 50.000 fans. Tienduizenden komen vanavond pas aan als de files zijn opgelost.